Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft aangegeven dat vanaf 1 november er geen gebruik meer mag worden gemaakt van de styrofoam, oftewel de welbekende meeneembakjes. Het ministerie heeft een infosessie gehouden waarbij producenten van alternatieve producten zijn geïntroduceerd. We spraken met de vertegenwoordigers van de bedrijven Gayura en Interfarm NV. Volgens Kimberly Narendorp, mede-eigenaar van Gayura, heeft haar bedrijf er bewust voor gekozen om voor 100% composteerbare producten te importeren. We hebben ervoor gekozen om 100% composteerbare producten te importeren en dan ook wel bruine producten. En er is een heel verhaal daarachter. Ten eerste, de minister heeft inmiddels al uitgelegd over de vervuiling van foam en plastic. Maar wij hebben onze eigen research gedaan en wij weten dat de vervuiling van plastic niet de grootste boosdoener is van de wereld. Maar de productie daarvan zorgt voor heel veel CO2-uitstoot. Dat natuurlijk weer zorgt voor global warming. En daarom is het nu ook veel heter dan vorig jaar en dat jaar daarvoor. En daarom hebben we nu ook vele ergere orkanen, et cetera, et cetera. Oké, waar wij daarvoor hebben gekozen. Ik ben op dit moment 22 jaar, just young. En over 10 jaar, dan ben ik 32 en ik ga dan deel zijn van deze wereld. Ik moet hier kinderen opbrengen en ik vind dat het dan ook mijn taak is om ervoor te zorgen dat mijn kinderen kunnen opgroeien in een goede wereld. Dus net ik mijn kinderen wil laten opgroeien en ze moet vertellen over hoeveel landen er eigenlijk niet meer zijn omdat ze allemaal onder water liggen. En over wat er allemaal niet meer kan of dat er voedselschaars is, want dat is ook een van de effecten van global warming. Jelena Tjunai, Sales en Marketing Manager van Interfarm NV, geeft een uiteenzetting welke soorten alternatieve producten het bedrijf heeft. We hebben verschillende soorten. We hebben van PLA gewoon, we hebben van hout, ons bestek. We hebben voor de iets chiquere feestjes en dergelijke, we hebben mooie borden van palmblad. We hebben van suikerrietbagas, we hebben ook gewoon van papier. Oké, u heeft iets genoemd. Ik ben niet zo technisch. Kunt u me even uitleggen wat u bedoelt met PLA? PLA is een plastic dat wel biologisch afbreekbaar is. Zo, voor de vleesbedrijven, de slagerijen, et cetera, hebben wij de meat trays al. Want nu worden die nog op styrofoam gelegd, maar wij hebben al een andere optie. En dat zijn deze trays. Oké. En dit zijn dan partyfavors? Ja, we hebben soepbakjes, de sausbakjes voor als je je barbecue gaat halen, je ketchup, je mayo, je ketchup. Of whatever je zelf er ook nog in wil zetten. We hebben onze gewone bakjes, ook hamburgerbakjes. De small, de medium, de large. De één grote bord, dus de grote bakjes, de drie vakbakjes. So whatever you need, Interfarm heeft everything. Dat was Jelena Tjunai, Sales en Marketing Manager van Interfarm NV. We spraken haar naar aanleiding van het verbod op het gebruik van styrofoam. Vanaf 1 november mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de meeneemfoambakjes.